Fit for You 2 organiseert sinds 14 september Parkinson Boxing. Naast het Parkinson Boxing gaan ze binnenkort ook starten met een Parkinson Café. Clara, jij bent als vrijwilliger daar een beetje bij betrokken. Hoe en wanneer ben je daarbij betrokken geraakt? Denk ik in september, zoiets. Toen had ik mijn bedrijf uitgeschreven en dacht van, ik heb nu tijd om een Parkinson Café op te gaan zetten in Beverwijk, Heemskerk Beverwijk. En ik heb dat kenbaar gemaakt bij de Parkinson Vereniging en toen bleek dat Anita Mensink van Fit for You 2 ook vanwege haar Parkinson Boxing ook al had aangegeven dat zij dat ook wilde. Zo heeft de Parkinson Vereniging ons bij elkaar gebracht. Anita richt zich met name op Parkinson Boxing en op de sportkant. Ik ga het Parkinson Café verder opzetten en coördineren. Nou gaan jullie op 13 december een benefietconcert organiseren in de Vrijburgt. Hoe gaat dat eruit zien? Vooral heel vrolijk. We hebben de directeur van de Parkinson Vereniging, Nicky van der Wulp, die het gaat openen en ook iets gaat vertellen over wat Parkinson cafés zijn en waarom ze belangrijk zijn voor mensen met Parkinson en hun omgeving. Daarna is er een optreden van drie zingende zussen, de Christmas Angels. Niet Christmas Carols, maar Christmas Angels. En die zingen a cappella. Een heleboel mooie liedjes uit alle delen van de wereld. Daarna is Sarah Mars. Die gaat haar verhaal vertellen over hoe ontluisterend zij het heeft ervaren toen haar vader de diagnose Parkinson kreeg. Dat ze dacht dat vaders nooit ziek konden worden. En dat heeft ze op een hele mooie manier opgeschreven. Dat gaat ze voorlezen. Daarna hebben we een pauze. Iedereen krijgt bij binnenkomst een loodje. En in de pauze kunt ze kijken of ze daar iets mee hebben gewonnen. En na de pauze is er nog weer een blokje van de Christmas Angels. En het koor, het heet Vocal Group Take It Easy uit Beverwijk. Die sluiten af met een aantal liedjes uit hun eigen kerstrepertoire en met samenzang met de zaal. En dan is het de bedoeling dat om 4:30 ongeveer de zaal weer vrij is. De opbrengst van dit concert, hoe wordt die besteed? Na aftrek van de kosten die we hebben, die heb ik ook geprobeerd laag mogelijk te houden. Worden de opbrengsten 75% gaat naar het Parkinson Café. En 25% naar Parkinson NL. Dat is landelijk de fondsen werven voor onderzoek naar Parkinson en naar oorzaak en hoe ermee om te gaan. Zo doen we dat. Jouw aanraking met Parkinson, hoe is dat ontstaan? In 2015 kreeg mijn man de diagnose Parkinson. Hij was toen 57. Aanvankelijk ging het redelijk goed, maar eigenlijk is het de laatste jaren heel erg versneld geraakt. Medicijnen die niet meer goed werkten, die brain stimulation die hij heeft ondergaan, die voor hem niet werkte. En hij is vorig jaar juli overleden. Nou neem ik aan dat je ook een keer bij zo'n training van Parkinson Boxing bent geweest. Hoe beleef je dat als toeschouwer? Bij deze nog niet, maar wel eerder bij Parkinson Boxing. En ik weet dat een manier van bewegen is die heel fijn is voor mensen met Parkinson. Het heeft te maken met balans. Mijn man was bijvoorbeeld behoorlijk valgevaarlijk. En dan is Parkinson Boxing een manier om balans te vinden. Maar ook mensen hebben ook de mogelijkheid om hun emoties kwijt te raken. Want het hebben van Parkinson is gewoon elke dag weer een verrassing van hoe die dag uitpakt. Het idee van dat benefietconcert, is dat van jou gekomen of is het met een groep brainstormen tot stand gekomen? Nee, dat kwam van mij.
Ik ben heel erg iemand die graag met mensen samenwerkt, maar je moet ook een team opbouwen, ook rond het Parkinson Café. Dus andere vrijwilligers zijn hartstikke welkom. Maar ja, ik weet niet hoe het kwam eigenlijk. Ik dacht van, ik hou van kerstmuziek en ik hou van organiseren. En toen dacht ik van, ja, als we dat Parkinson Café willen neerzetten, dan is bekendheid geven ook belangrijk. En dan is dit een mooie combinatie van een leuke middag. Het is ook expres op een middag, omdat ook mensen met Parkinson vaak overdag de beste energie hebben. En het is op vrijdagmiddag, omdat er gelukkig steeds meer mensen op vrijdag vrij zijn. Dus zo ben ik er op het idee gekomen.